Yo, wat mensen van GameWerkers zien. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag zijn wij in Magiecraft, weer Magiecraft. Ja, ik wil het elke week gaan doen. En ook elke week een andere game. Alleen kan ik dat jullie niet beloven, want ik weet niet hoe het gaat worden, zeg maar. Maar in ieder geval zijn we hier terug in Magiecraft en je zou denken van, waar ben je nu? Want je staat nu achter bouwhekken. Dat klopt, dit wordt namelijk de nieuwe attractie Egyptian Adventure. En in deze attractie kun je rondvaart maken door Egypte. Maar pas op, er komen duistere grotten tevoorschijn. En die je meenemen naar de plek des onheils. Maar goed, hier ben ik een pleintje aan het maken. Want hier komt dus een soort van plein. Alsof je net in zo'n Egyptisch stadje bent, weet je wel. En hier zo kun je dan naar binnen. En daar staan allemaal dingetjes. Dus hier kun je zo het station in kijken. En daar komt de bestuurdershok. Daar moet nog een deur in. En hier komt dan de splash. En dan gaat zo het station in. Maar goed, hier komt een winkeltje. Het Egyptische matjar, het Egyptisch eten en specialiteit. Nou, hier staat een medewerker, het moet nog worden ingericht hoor, daar niet van. En dit moet ook nog allemaal worden gedaan. Maar zover is het nog niet, ik ben er nog mee bezig. Maar het begint al ergens op te lijken, het is al bijna af. De hele onderste verdieping met scènes, die heb ik al gemaakt. En daar moet nu nog een scheutje bovenop, hè? Zoals ze dat noemen. En dan ga je zo, ga je hier. En dan ga je hier op de bovenste verdieping. En er is met water gevuld. En zoals je ziet, dit moet nog allemaal worden bedekt met, ik denk waarschijnlijk stone en cobblestone. Want dit wordt dan zeg maar de grottenscène. En voordat je dat doet, ga je eerst nog een leuke tochtje naar buiten toe. Dat vind ik wel leuk. Alleen ook wel een beetje onrealistisch. Dan ben je net lekker in het verhaal, weet je wel. Echt net, wow, die grotten, dan kom je buiten. Nou, ben je alles weer vergeten, weet je wel. Maar dan komt het weer. Nou, ik heb hier ook een nieuwe poort gemaakt. Dus die vervelende bouwhekken zijn weg. Alleen dit moet nog nieuw deze zomer. Overnachten in Magiecraft. Dus daar komt de parkeerplaats natuurlijk. Ik ga een parkeerplaats. Nee, natuurlijk niet. Een hotel natuurlijk. Dat je waarschijnlijk al wel verwacht. En die komt de poort heen. Maar dat staat nog op de planning. Dat duurt nog heel lang. Maar hier zo is een hele oude attractie. En het is gemaakt. Hier staat ook een bordje bij. Hier ziet u een van de oudste attracties van het park. Ontworpen door oud-ontwerper Botecraft. Ja, Botecraft, het is een heel oud ontwerper. Want toen Magiecraft net begon. Augustus, juni vorig jaar. Toen had hij deze attractie gebouwd en die is nooit meer verder gebouwd. En ik vond het zonde om weg te halen. En hij komt nu toch hier nooit meer. Dus ik dacht, ik laat het staan en ik laat er geen onderhoud aan geven. Dus nu ziet het er zo uit. En het statusbord moet ook nog worden veranderd. Ik heb die bordjes weggehaald, want het zag er niet uit. Dat wordt nog veranderd. De verwisseling is uit onderhoud. Zoals je ziet, je kunt er gewoon weer inlopen. Want er is een technische ontwerper geweest en de telefoon gaat af. Nou, laat maar lekker gaan. Er is een technische ontwerper geweest. En technische man, zeg maar. Een Michel, of hoe je dat ook moet noemen. En hieronder heeft hij dus alles gereed gemaakt voor de opening. En dat is dus gelukt. Maar goed, we gaan verder. En ik ga eerst even de telefoon opnemen. Dus ik zie. Oké, dames en heren, daar zijn we weer. En ik ben hier bij de Jungle Rider. Die is namelijk ook vernieuwd. Zoals je ziet, hij rijdt weer. Yay! Hij is weer geopend. De baan is af. Ik heb hem afgemaakt. En ook de speed zijn ingesteld. En hij race nu weer lekker over de baan heen. Ja, we gaan een omwaai doen, jongens. We gaan erin zitten. Dat heb ik wel. Vind ik dat jullie het hebben beloofd. Want. Yo, dat is echt niks. Jullie hebben de vorige aflevering hebben jullie massaal geliked en een comment achtergelaten. En ik vond het zo gaaf dat jullie gewoon mij supporten door een like achter te laten en te abonneren. En een reactie achter te laten. Vind ik echt super tof. Doe dat vooral. Ga er nog mee bezig alsjeblieft. Ik vind het super tof. En daarom ben ik ook extra gemotiveerd om een YouTube video te maken. Want eerst had ik zo van, ik maak die video wel morgen of zo. En nu zit hij echt, wanneer ga ik de video maken? Dus dat is echt super top. Bedankt voor jullie.
Maar goed, we zijn nu bij de optakeling en dan gaan we zo naar het station toe. Dat lijkt me logisch. De eerste afdaling. Oh. Let's go! En de remmen. Cool toch, dat effect zo. En dan gaan we langzaam weer in het gebouw. En dan gaan hekjes er weer open. En dan moet je snel gaan uitstappen. Anders rijdt het karretje gewoon door. En dan gaan we zo door de diamen heen. Het ziet er gewoon echt niet uit. Dit ziet er echt niet uit. Dan moet ik nog een keer gaan veranderen. Trouwens, de Rocket Launcher, die is in onderhoud. Ja, er komt nog een bouwhekje te staan, maar de attractie wordt gewoon nagekeken of die nog goed werkt. En verder wordt er niet veel veranderd. Hoor. En nog een update. Duindorp. Hier staat Duindorp. Dat wordt het nieuwe dorpje van Magiekaf. Dus hier komt een winkeltje. Dit wordt een speelgoedwinkel. Nee, echt. Ik dacht een supermarkt. En hier komt wel een winkeltje waar je eten kan kopen en specerijen en zo. Hier komt een kinderachtbaan. Die wordt gebouwd door iemand anders. Dus ik niet zelf. Met een kastelenthema. En dat ziet er al leuk uit. Maar het is nog niet af. En hier komen de paadjes. Die heb ik al gemarkeerd. Hier komt een mooi terras. En hier komen verder nog allemaal winkeltjes en zo. En het gaat er heel erg leuk uitzien. Alleen moet het nog een beetje groeien. Ja. Nu nog een beetje groeien. Nou, hier heb je de vuurtoren voor leuk uitzicht. Kun je zo over het Duindorp kijken. Over het park en over de nieuwe houten achtbaan. Over de nieuwe houten achtbaan besproken. Die gaat niet echt lekker. Ik bouw er eigenlijk niet veel aan. Want toen ik de houten achtbaan ging maken, dacht ik van... Wow, cool, een houten achtbaan. Super vet. Woehoe. Maar nu heb ik eigenlijk geen zin meer om hem verder te bouwen. Want elke dag doe ik één zo'n railsblokje verder. Nou, dan ben ik in 2018 nog bezig, weet je wel. Dus het gaat niet echt heel lekker met deze achtbaan. Ik denk ook niet dat hij binnenkort open gaat. Ik denk dat het nog heel lang gaat duren. Dus we kijken nog wel. Maar ja, hier is ook een ingang voor bouwverkeer. Dus van die bulldozers of graafmachines moeten dan hierheen. En hier alleen voor bouwverkeer. Hier is een coaster. Dan ga je hierheen. En dan hier. En dan kun je zo trainen. En, maar wat wel leuk is over deze houten achtbaan. Ik ga de naam bekendmaken. Het heet al veel te lang Woerum Coaster. Dat vind ik gewoon niet meer leuk klinken. En daarom wordt het... Tromgeroffel. Boekenier B. Ja, het gaat een piratenthema krijgen. Het verhaal weet ik ook nog niet. Dat moet ik nog zelf gaan verzinnen. Maar de naam gaat Boekenier B heten. Het is dus Boekenier B. Dus een boekaniersbaai. En daar zo speelt het verhaal van de piraten zich af. Dat weet ik al wel. Maar wat het verhaal precies gaat inhouden, dat weet ik nog niet. Dus, maar in ieder geval Boekenier B. Zo gaat de nieuwe houten achtbaan kiezen. Of ja, noemen. Ik hoop dat jullie het een leuke naam vinden. Zo niet, laat het dan even wel achter in de reacties. Niet dat ik een andere naam ga verzinnen, maar gewoon of jullie hem leuk vinden. Nou, ik denk dat dit de aflevering alweer was. Volgende keer ga ik een beetje verder bouwen. Maar nu dacht ik van, ja, het is ook weer eens nodig om gewoon lekker updates te laten zien, weet je wel. En ja, dat is natuurlijk ook belangrijk dat je op de hoogte bent van wat er in het park zich gebeurt. En ja, nu lijkt het net dat ik nog even omdat ik zo snel plaat. Want ja... Weet je. Ik zie jullie allemaal de volgende keer weer. Vergeet geen like achter te laten. Abonneren, reageren. Dat lijkt me een goed plan. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer weer. Of had ik het al gezegd? Ja. Nou, in ieder geval tot de volgende video in Magiekaf of een andere.